At Ontex, we're very aware that we need to reduce the diaper waste in every step of the value chain. We know that diaper waste and the treatment of the diaper waste is the critical point in the value chain that we need to address. Whoosh was created after we've done some research on what are the options to better manage the waste from our products. And out of that study, the treatment of used diapers from caches was a very promising initiative that we decided to actively invest on. De missie van Whoosh is sleurrecyclage mogelijk maken. Op heden wordt sleurafval enkel verbrand, hoewel de technologie voor sleurrecyclage reeds beschikbaar is. Aan de bron gescheiden sleurafval kan ingezet worden om recyclage mogelijk te maken en Whoosh richt zich in om dit afval op te halen met een innovatief bedrijfsmodel. Voor Pitchypack is duurzaamheid en ecologie belangrijk. We merken dagelijks dat we heel veel vuile luiers hebben. We hebben een grote afvalberg. Klein Begijnhof en zorgbedrijf Rivierenland. We merkten in het verleden in de dagelijkse werking dat wij toch wel een heel groot aandeel hadden in de afvalberg omwille van de vele luiers die dat hier dagelijks in de containers gingen. Uniek aan het model van Whoosh is de retourlogistiek, waardoor wij steeds met volle bestelwagens de klant bezoeken met verse luiers en op hetzelfde moment ook het afval meenemen, opnieuw een volle bestelwagen. Dit zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot van onze dienst sterk verlaagd wordt. We vinden Whoosh een uniek project, waarbij dat we allemaal samen met veel passie en bezieling ons steentje kunnen bijdragen. We are confident that we are making the right first steps to make diaper recycling a reality, first in Belgium and then in other countries.